Ja, ik denk dat we vandaag een goed en fris Ajax hebben gezien. Je verwacht natuurlijk een heel offensief Heerenveen. En dat hebben ze ook zeker tijd en wijle laten zien en met druk naar voren. Maar ik denk dat wij vandaag zo op onze hoede waren. Dat we daar goed rekening mee hadden gehouden en er ook goed doorheen kwamen. Waardoor ze eigenlijk steeds meer naar achteren werden teruggedrongen. En ik denk dat we ook heel veel diepte zonder bal hebben aangegeven dit keer. En daar waren we ook steeds dreigend mee. En vooral natuurlijk de eerste 20 minuten met Anwar El Ghazi. Nou, daar hebben we al vaker op gehamerd dat niet alleen hij, maar ook andere mensen. Het gaat erom, als je het op de tijd doet, dan kan ik zelfs 10 meter vrijkomen bij een tegenstander. Maar het gaat erom dat je het op het juiste moment doet. En dat je medespelers dat ook moeten weten. En ja, vandaag klopte dat bij vele momenten. En ik denk dat we heel veel goede momenten hebben gehad. Spelers die ook echt goed speelden, vond ik. En natuurlijk waren momenten, dat zal Dwight ook wel herkennen, dat wij ook zomaar op 2-2 hadden kunnen komen. Doordat zij na de 2-1 het geloof kregen. En ook zeg maar, de tweede helft een paar goede momenten om aansluitingstreffen te maken. Maar gelukkig pakten we daarop het weer op. En was de druk er eigenlijk af. En dan had het misschien wel meer kunnen en moeten zijn. Maar ik denk dat ik blij ben als je 3 dagen geleden ergens in de Oekraïne heb gezeten en dan zo'n prestatie neerzet. Dat is een compliment waard voor het team. Dankjewel. Dank u wel. Dan is het woord aan Dwight Lodewegers. Je weet, als je tegen Ajax wil voetballen en je wil druk gaan zetten, dan moeten dingen kloppen. Ajax is gewoon een goede ploeg. Al jaren kampioen, afgelopen 4 jaar. Je wil druk naar voren zetten en je doet dat niet goed en dan word je geslacht. Aan alle kanten voorbij gelopen. Wij zijn gewoon daar niet goed aan begonnen. En het is een beetje moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. Maar ik heb het idee dat het vuile werk, hè, in agressief zijn, in uit willen stappen, maar ook terug willen sluiten, in willen dubbelen, in duel willen komen. Dat is ook een mentale kwestie. En ik vond dat we dat in afgelopen thuiswedstrijden dat we dat heel aardig hebben gedaan en dat we vandaag dat minder hebben gedaan. En voor we het wisten, samen met 2-0 achter, dan zie je het team zoeken van wat moeten we doen en hoe moeten we dat doen. We raapten zich weer bij elkaar, we maken de 2-1. Ik vind ook dat we dan kansen hadden inderdaad op de 2-2. Redelijk snel daarna 3-1, vlak voor rust. En eindelijk vind ik dat we de tweede helft begonnen zijn zoals we eigenlijk de eerste helft hadden willen beginnen. Ik vind dat we toen heel aardig gespeeld hebben, ook kansen hebben gehad op die 3-2. Die viel niet en uiteindelijk de 4-1 valt. Ajax prima gedaan, nachtkaarsje die uitging. Had het publiek eigenlijk wat meer willen bieden vandaag. Maar we zijn eigenlijk zelf in het mes gelopen. We hebben het gewoon niet goed gedaan op hele belangrijke momenten. Dat was het.